Over de ramp met de MH17 heeft justitie meer bewijs verzameld dan tot nu toe bekend was. En daarbij zijn veel aanwijzingen dat het vliegtuig is neergehaald door een boekraket. En verder in het nieuws vandaag. Noord-Korea ontkent betrokkenheid bij Sony Hack. De Tyrannosaurus Rex komt naar Leiden. Goedenavond. Voor het eerst speculeert het Openbaar Ministerie openlijk over de oorzaak van de ramp met vlucht MH17 boven Oekraïne. Voor het scenario dat het vliegtuig is neergehaald door een boekraket zijn heel veel aanwijzingen, zegt Fred Westerbeke, hoofdofficier van justitie van het landelijk parket. Hij leidt het onderzoek naar wie verantwoordelijk is voor het neerhalen van de MH17. Maar het internationale team van Westerbeke houdt ook andere opties nog open. De jacht op de daders begon onmiddellijk nadat MH17 was neergestort. Nederlanders, Australiërs, Belgen, Maleisiërs, Oekraïners. In hun gezamenlijke onderzoek zijn in 5 maanden forse stappen gezet. Aldus de coördinator van het strafrechtelijk onderzoek, Fred Westerbeke. We schieten na die 5 maanden echt enorm op. En daarmee wil ik eigenlijk zeggen dat wij veel meer bewijs al in het onderzoek ter beschikking hebben dan wat u op internet en in de media heeft kunnen vinden. En dan moeten we denken aan getuigenverklaringen, forensisch materiaal, radar- en satellietbeelden en telefoontaps. Het team van Westerbeke bekijkt allerlei scenario's, maar onderzoekt vooral de mogelijkheid dat het toestel is neergehaald door een boekraket. Ja, de boekraket is in ieder geval, dat zie je ook wel uit al het nieuws wat je in de media en op internet kan vinden, is in ieder geval een scenario waar heel veel aanwijzingen voor zijn. Waar wij op dit moment in het onderzoek van uitgaan, daar laat ik me op dit moment nog niet over uit. Maar het is zeker een scenario wat wij vol in het zicht hebben. Eerder was al naar buiten gekomen dat in de lichamen van de piloten metaaldeeltjes van een raket zijn aangetroffen. Dat is onder andere een aanwijzing, alleen dan moeten we nog wel definitief vaststellen wat die metaaldeeltjes dan precies zijn, waar die aan gelinkt kunnen worden. En dat is nou precies een onderdeel van het onderzoek wat nog volop plaatsvindt. Het onderzoek is dus in volle gang, onder meer op de basis Geelse Rijen, waar de wrakstukken liggen. Maar er zijn vooraanstaande juristen die vrezen dat het nooit zal lukken de daders te vinden. Dat zeggen veel deskundigen en mijn stelling op dit moment is in elk geval dat als ik zie hoe het onderzoek op dit moment verloopt, heb ik zeer veel vertrouwen in het feit dat wij heel ver gaan komen. Als het team van Westerbeke van het Openbaar Ministerie inderdaad het bewijs rond zou krijgen, dan doemt er onmiddellijk een tweede probleem op. Namelijk zal de dader ook echt zijn op te pakken. Met name zal Rusland daaraan willen meewerken. Ja, ik ga ervan uit dat als wij ons werk goed doen, En tot een goed dossier komen met overduidelijk bewijs en met goede conclusies, dat uiteindelijk de vervolgstap ook gezet zal worden en dat uiteindelijk die berechting er ook zal gaan komen. Het strafrechtelijk onderzoek rond de MH17 zal op zijn vroegst pas eind volgend jaar zijn afgerond. En er loopt nog een onderzoek naar de MH17, dat van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daar kijken ze niet naar de schuldvraag, maar naar de oorzaak van de ramp. Dat rapport is wat eerder te verwachten, in de loop van volgend jaar. De ontwikkelingen rond het uitbrengen van de film The Interview zijn inmiddels een film op zich. Na een cyberaanval en bedreigingen besloot Sony de film terug te trekken. Noord-Korea ontkent iedere betrokkenheid. Sterker nog, het land stelt nu voor om samen met de Verenigde Staten een onderzoek in te stellen naar de werkelijke schuldigen. Volgende week zou hij in première gaan, de Sony-film The Interview. Hierin wordt de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un belachelijk gemaakt en zelfs vermoord. The CIA would love it if you two could take him out. Nog voor de eerste vertoning was de film al omstreden, want Noord-Korea was zwaar beledigd. Daarna werd er bij de computers van Sony ook nog eens ingebroken. De FBI wees Noord-Korea aan als de dader. Het land blijft ontkennen en komt nu via de staatstelevisie met een opmerkelijk voorstel. De VS wordt in dezelfde uitzending op het hart gedrukt dit voorstel vooral serieus te nemen.
미군 우리의 공동조사 제안마저 거부하고 끝끝내 우리를 걸거들면서 그 무슨 대응 조치를 운운하는 경우 실로 엄중한 후과가 초래되리라는 것을 명심하여야 한다. Sony heeft deze week besloten om de film terug te trekken, omdat bioscopen die de interview zouden vertonen werden bedreigd. Hierop kwam een storm van kritiek, van niet alleen acteurs, maar zelfs van president Obama. De filmmaatschappij overweegt nu om de film toch nog uit te brengen. Mogelijk gebeurt het dan via internet. Cuba is een van de laatste landen in de wereld zonder openbare toegang tot het internet. Er is wel internet, maar de toegang is voor gewone Cubanen zeer beperkt en bovendien onbetaalbaar. Maar de toespraak van de Amerikaanse president Obama geeft hen hoop dat dat gaat veranderen. Het begint pas na een paar dagen op te vallen. Wachten is op Cuba echt wachten. Niemand die met zijn mobiele telefoon bezig is. Wie op het internet wil, moet naar een computercentrum zoals deze. Of naar de lobby van een hotel waar een uurtje wifi zo'n 5 tot 9 euro kost. Bovendien zijn veel sites afgesloten. We hebben internet, maar we gaan het internet. Pronto. Quando? Pronto. Esperamos que con toda con esa relación con los Estados Unidos todo mejore un poco más. Claro. El internet, todo. De toespraak van Obama was niet op tv, maar werd integraal afgedrukt in de staatskrant. Iedereen heeft dus kunnen lezen dat Obama voor vrije informatie is. Maar of Cuba daarin meegaat? Una cosa es que el gobierno norteamericano permita a sus empresas tener internet en Cuba. Otra es que el gobierno cubano acepte la idea de que los cubanos puedan internet libre. Eso está por ver. Escobar is hoofdredacteur van een kritische digitale krant en echtgenoot van de beroemde blogger Joanny Sanchez. Ze strijden al jaren voor vrij internet. Hij is voorzichtig optimistisch, vooral omdat Cuba de Amerikaanse investeringen hard nodig heeft. Y esas inversiones tendrán un costo político para el gobierno, porque saben que no pueden mantener la rigidez de un régimen totalitario represivo y al mismo tiempo tratar de mantener unas relaciones normales con una democracia. Ook hij heeft geen internet, maar sinds dit jaar biedt de Cubaanse provider wel e-mail en daarmee maken ze hun site. Y aquí recibo textos y fotos de nuestros corresponsales en provincias y podemos también enviar fotos y textos a los amigos que se nos ayudan en colocar las informaciones directamente en el periódico 14medio.com. Ja, en die website wordt in Cuba nog altijd geblokkeerd, meldt Eva net. De Cubanen kunnen de berichten dus niet lezen. Nog niet. Ja, 25 jaar geleden vielen de communistische regimes in Oost-Europa één voor één om. Roemenië was de laatste in de rij. Op 21 december 1989 viel de gevreesde dictator Ceausescu. En in tegenstelling tot de andere omwentelingen verliep de revolutie in Roemenië bloedig. Meer dan 1000 mensen werden gedood. Hoe kijken de Roemenen nu, precies 25 jaar later, tegen die omwenteling aan? Het centrum van Boekarest. Op dit kruispunt stond Radu Filipescu 25 jaar geleden ook. Toen was hij een dissident. Hij had gevangen gezeten en werd permanent gevolgd door de geheime dienst. En plotseling zag hij hier een menigte. Am intrat eu printre ei cu frică, cu îngrijorare, n-am știut ce să se întâmple. Hij was ineens omringd door gelijkgestemden. Iedereen verzamelde de moed om te scanderen. Spuneam, jos Ceaușescu, jos, și după aia, jos Ceaușescu, jos comunismul. Și din ce în ce mai tare, jos Ceaușescu, Ceaușescu nu mai e, ole, ole, ole. Een dag later was Ceausescu afgezet en, na een kort proces, geëxecuteerd. 25 jaar later is het hier veel kleurvoller dan het grauwe plein waar Ceausescu werd uitgejouwd in 1989. Maar van de feeststemming is geen sprake. Daarvoor vindt men de veranderingen veel te langzaam gaan. Veel Roemenen voelen zich nog steeds gemanipuleerd door een politieke klasse die heel weinig om hen geeft. Nu se întâmplă fericită din ce cauză. Încă nu s-a schimbat nimic. Comunismul, din păcate, dăinuie în această țară. Maar Roemenië komt van heel ver. Zo bezien is er ook reden voor optimisme. S-au schimbat mai multe lucruri decât am visat în 89. S-au schimbat în bine,
dar și noi ne-am schimbat pretențiile. De heftige kritiek van burgers op het huidige Roemenië is voor hem juist een grote verworvenheid. Want daarvoor ging hij 25 jaar geleden nog de cel in. Bij een eendenfokkerij in het Duitse Meppen, 35 kilometer van Emmen, is vogelgriep geconstateerd. Het is de H5N8 variant die voor vogels zeer besmettelijk is. De ruim 10.000 eenden van het bedrijf zijn gedood. En rond het bedrijf geldt een vervoersverbod. In het gebied liggen nog 18 andere pluimveebedrijven. In de Utrechtse wijk Hoograven is gisteravond een man van 44 jaar uit Zeist in zijn auto doodgeschoten. Hij is een bekende van de politie. Na de schietpartij zagen getuigen twee mensen vluchten met een grijze Volkswagen Golf. Er is nog niemand aangehouden. De gewapende overval op het Duitse warenhuis KDW in Berlijn. Kort na openingstijd vielen gemaskerde daders het gebouw binnen. Ze sloegen vitrines kapot en spoten met traangas. Kort daarna zijn ze gevlucht met een onbekende buit. Niemand raakte ernstig gewond. Wel hadden mensen last van hun ogen door het traangas. Het was niet alleen de grote wens van wetenschappers, maar ook die van veel dinosaurusfans. De komst van het skelet van een Tyrannosaurus rex naar Nederland. En die wens gaat in vervulling. Het is Museum Naturalis in Leiden gelukt om de benodigde 5 miljoen euro bij elkaar te krijgen. Over anderhalf jaar hoopt het museum als eerste in Europa een T-Rex tentoon te stellen. Zo moet ze er ongeveer hebben uitgezien. Een vrouwtje van zo'n 30 jaar oud, een hele leeftijd voor een T-Rex. 12 meter lang, duizenden kilo's zwaar en haar skelet getuigt van een bewogen leven. Deze T-Rex heeft vreselijk veel meegemaakt. Botbreuken, er zitten tandafdrukken in de onderkaak. Er is door een andere T-Rex in de kaak gebeten, dat heeft ze overleefd. Aan de snuitpunten zit een deuk, er gaat nog veel meer tevoorschijn komen. Een Nederlandse emigrante struikelde in 2013 over een bordje in Montana. Er lag nog veel meer. Het Naturalis uit Leiden meldde zich meteen en werd zo de eerste gegadigde om de T-Rex te kopen. Er zijn er misschien 10 in de hele wereld. Een skelet zoals dit, het is zo ontzettend uitzonderlijk. Dat wij het dan vinden en dat wij het dan naar Nederland kunnen halen, is ontzettend veel geluk. Het Naturalis heeft al een paar plantenetende dino's. Voer voor de T-Rex, die nog ontbrak. Goedemiddag, mevrouwtje. Heeft u een dingetje voor T-Rex? Heel Nederland werd ingeschakeld om de benodigde 5 miljoen bijeen te brengen. De crowdfunding is geweldig gelopen. We hebben tienduizenden kinderen, ouders die een tientje of twee tientjes hebben gegeven. We hebben heel veel bedrijven gehad in Leiden, in de regio, die zoiets hadden van wow, als dat naar Leiden komt, dat is toch wel fantastisch voor ons allemaal. Vanaf 2016 wordt de T-Rex in Leiden getoond. 66 miljoen jaar oud en in perfecte staat. Deze T-Rex die is aan het eind van het droge seizoen doodgegaan. Ze is een beetje afgekloven door aaseters. Maar al vrij snel daarna brak de regentijd aan en er is in één keer een pakket van zo'n 3 meter zand overheen gespoeld. En ja, dat is gewoon het recept om een fossiel perfect bewaard te laten blijven. De oude dame dopen voordat de deal rond was, zou maar ongeluk brengen. Maar nu haar komst vaststaat, kan worden nagedacht over haar naam. De 13e penning, dat is een eeuwenoud begrip, maar in slechts een paar gemeenten in Nederland weten ze wat het is. Zoals in Abcoude, Baambrugge, in Vinkeveen en Kamerik. Als je daar een huis kocht, kreeg je soms te horen dat je ook nog een 13e penning moest betalen. Een rariteit uit de middeleeuwen, die volgend jaar eindelijk geschiedenis wordt. Abcoude, toevluchtsoord voor velen die de grote stad beu zijn. Maar bij de zoektocht naar een huis stuiten aanstaande kopers soms op een merkwaardig fenomeen. De 13e penning, een heffing over de grond waar het huis op staat. Voor kopers extra kosten en voor makelaars extra werk om het huis te kunnen verkopen. Omdat het vrij hoge aanslagen zijn, denk aan een 20.000, 30.000 euro. Dat is dus een behoorlijk bedrag naast de koopsom. En dan heb je ook mensen die zeggen, ja, daar begin ik niet aan, daar koop ik liever een ander huis. De 13e penning gaat terug tot in de middeleeuwen. Landheren verkochten grond aan boeren en als die het doorverkochten, kreeg de landheer een 13e van de verkoopsom. En dat iedere keer weer als het land werd doorverkocht. En het recht om te innen ging van generatie op generatie. Sam Alleman plukte vandaag de dag nog steeds de vruchten van. Omdat mijn overgrootvader, die boer was hier in de gemeente Baambrugge, dat recht gekocht heeft van andere eigenaren en dat vervolgens via vererving tot mij gekomen is.
Een eeuwenoude heffing over grond waarvan het geld in de handen van particulieren terechtkomt. Het is niet meer van deze tijd, oordeelde de Hoge Raad jaren geleden al. En dus komt er per 1 januari een eind aan de 13e penning. Koeien uit natuurparken, daar werd vroeger letterlijk gehakt van gemaakt. Vleeshandelaren hadden er verder weinig belangstelling voor. Maar dat is nu anders. Nu vinden ze het zonde van het mooie vlees, want de koeien hebben een goed leven gehad zonder antibiotica. Staatsbosbeheer en een aantal boeren hebben zelfs een merk van het vlees gemaakt. Ze noemen het natuurvlees en is vooralsnog alleen maar te krijgen in supermarkten in Limburg. Ze lopen helemaal in de verte, maar ze kunnen de auto en ik hoef maar te roepen en dan zijn ze er. Boer Smeets moet altijd even zoeken, want zijn kudde van 120 Franse vleeskoeien graast een heel park af. Kom maar jongens, kom. De limousine is een heel fijn ras wat mals heet van vlees. Ze hebben hier heel veel ruimte. Ze kunnen alle vegetatie, verschillende soorten kruiden eten. De groothandel en de supermarkt hadden nooit belangstelling voor dit scharrelvlees. Er werden meestal worsten en hamburgers van gemaakt. Vroeger gingen de dieren altijd naar een veehandelaar en dan werden ze dan verkocht naar de bulk. En tegenwoordig gaan ze van hieruit direct naar natuurvlees. En dan komen ze in de schappen te liggen. Dus rechtstreeks van boer naar winkelketens. Veel herkenbaarder. Ja. De boer vindt het fijn dat hij zijn vlees ziet liggen in de schappen. En voor Staatsbosbeheer is het ook interessant. Ze staan hier gewoon voor het onderhoud van de natuurgebieden, ten eerste. Nou, ten tweede eigenlijk van het vlees wat mensen, wat consumenten koopt, kunnen ze op de zondagmiddagwandeling hier in de Nederlandse natuur gewoon zelf zien. En dat heeft ook een belevingswaarde. Staatsbosbeheer maakt geen winst, dus datgene wat we hier extra mee verdienen, dat komt ook ten goede aan het prachtige landschap en de natuur. Het vlees is afkomstig van koeien uit 10 natuurparken. En alleen nog maar te krijgen in een beperkt aantal supermarkten in Limburg. Volgend jaar is het in heel Nederland te koop. Maar het is gemiddeld per kilo wel 2 euro duurder dan gewoon vlees. Het zal ietsjes duurder zijn, maar daar kijken op het moment de consument niet meer naar. Ze willen graag eerlijk vlees hebben. En dit is eerlijk vlees. Het is natuurlijk vlees. De kalfjes blijven heel lang bij de moeder. En wie heeft daar niet wat extra's voor over met kerst? Ja, eerlijk vlees hadden ze het over. Dat is geen eerlijke sneeuw. Nee, het ziet er zeer onecht uit, kunstsneeuw. Maar we moeten het er wel mee doen op veel plaatsen in de Alpen. Deze foto is gemaakt in Brixen, in Thalen, in Oostenrijk, in Tirol. Er moet heel hard gewerkt worden om nog iets voor elkaar te krijgen. De meeste pistes zien er groen uit met zo'n dun wit streepje kunstsneeuw er nog net overheen. Dit is onderin bij het dal. Het dal ligt op 800 meter. Ga je wat hoger in het gebied, kom je op zo'n 1700 meter uit. Nou, dan ligt iets meer sneeuw, maar ook daar is het schrapen geblazen. En zien we nog best wel kale plekken. Ga je nog hoger in de Alpen, ja, dan wordt het uiteraard wel steeds beter. En zijn de skicondities duidelijk beter te noemen. Dat zien we ook als we naar de sneeuwhoogte kijken. Dit zijn de hoogten die we op de top zien. Met het weerbeeld van morgen erbij. In Frankrijk prima, in Zwitserland zonnig. En ook in Oostenrijk begint de zon alweer door te breken. In de ochtend kan daar nog wel een enkele winterse bui vallen. Met diep in de dalen, misschien nog wat regen. Maar al snel een klein beetje sneeuw erbij. Nou, de toppen zien er dus prima uit. De dalen krijgen er misschien een klein beetje bij vannacht en morgenochtend. Maar op de meeste plaatsen blijft het vooralsnog nog eventjes schrapen geblazen. Tot zover het weer in de Alpen. In Nederland hadden we ook te maken met weer, met pittig weer soms. Met buien, stevige buien, met hagel, onweer erbij, vooral in het noorden van het land. Dat leverde soms overlast. En die buien die vinden we op dit moment ook nog wel terug her en der in het land. Ze trekken van noordwest naar zuidoost. Langzaam maar zeker begint het de laatste uren wat rustiger te worden. En die buien gaan vannacht geleidelijk aan ook verdwijnen. Dan wordt het dus droog, klaart het af en toe wat op. Hebben we minimumtemperaturen van 4 tot 6 graden. En de wind neemt ook eventjes wat af. Het is allemaal tijdelijk, want morgen in de loop van de dag gaat de wind weer toenemen. Wordt bij zee opnieuw hard windkracht 7. Verder neemt ook de bewolking weer toe. En vooral in de middag kan er in de noordelijke helft van het land wat regen of motregen vallen. Temperaturen 7 tot 9 graden, iets te hoog voor de tijd van het jaar. En het kwik gaat na het weekeinde gewoon nog verder omhoog. Maandag 12 graden met veel wind erbij. Minimaal stormachtig langs de kust, een windkracht 8. En ook dinsdag is het nog winderig met een paar buien. Daarna lijkt de wind wat af te nemen, maar het blijft vooralsnog vrij zacht en wisselvallig. Dit was het NOS Journaal van 8 uur met als belangrijkste nieuws. Volgens justitie zijn er steeds meer aanwijzingen dat vlucht MH17 is neergehaald door een boekraket.
Meer nieuws in Nieuwsuur om 10 uur op NPO 2. Met daarin een reportage over sexting. Het verspreiden van naaktfoto's onder vooral middelbare scholieren. De politie krijgt er dagelijks meldingen van. 10 uur dus op NPO 2. Mooie avond nog.